Luc, heb ik wel een code voor je hoor. Sensi, goedenavond. Dit is Concord, dit is een close beta op dit moment. Het is een beetje een beetje Overwatch-achtig eigenlijk. Het spel is echt net een kwartier geleden of nee, een half uurtje geleden uitgekomen. De close beta is net open. Ik ga even kijken hoe het is. Ik weet niet hoe het is. Ik ben nu even aan het testen. Maar het is inderdaad een beetje Overwatch-achtig. Oh shit. Reloaden. Oh, ik had hem wel. Lekker, lekker, lekker. Ik vind het leuk. Maar... Nee, het is meer een beetje Valorant schuine streep... Ja, inderdaad, Valorant en Overwatch door elkaar eigenlijk. Maar deze game is van Sony zelf. Dat moet een beetje concurrentie aandoen met die. Alle characters hebben eigen abilities, zeg maar. Het is gewoon een 5 tegen 5 shooter. Dus het zal een beetje Team Deathmatch zijn. Ik ga dit sowieso nog even een uurtje doen en dan gaan we denken over naar Fortnite. Tot zo, ik ga nu even de finals doen alleen. Als je de finals doet, dan gaat hij heel langzaam downloaden, hè, die game. Luc, joh. Finals is zeker een leuke game. Het is ook zo jammer dat het alleen nooit aangeslagen heeft. Sommige games slaan gewoon niet aan, terwijl het gewoon hartstikke leuke spelletjes zijn. De movement is, van Finals is echt gewoon super. Ja, ik moet dit even 2 uurtjes spelen, jongens, en dan ben ik weer klaar om... Oeh, ik had even wat eerder moeten zien. On my mark, on your mark, baby. On my mark. Ja, ik vind het zelf een fantastisch spel, maar ik ben max level. Dat had als een battle pass was dat natuurlijk wel. Ja, ik vind het een fantastisch spel, maar ja, mijn teammates die gingen, waren er een beetje klaar mee. Oh fuck. Als die lights voert. Of heb je al je eigen code? Oh. Ai, ai, ai. Soms moet je gewoon wat nieuws proberen. He? Dat houdt het spannend. Met spelletjes dan bedoel ik. Hè? Het Koket, goedenavond. Doe even meh. Alsjeblieft, de vanaf 5 euro. Pakketé. Atjo, atjo man, hoe is hij? Atje kroketje. Atje kroketje. Ja, yeah, baby, you're broken. Nou serieus niet meer spelen, Luc. Wat? Goed, Sensi. En misschien tot later. Beetje midnight Fortnite. Even wat nieuwe dingen proberen. Ik bedoel, geen nieuwe dingen proberen. Oeh, stout geitje. Het is geen, je hoeft niet te donaten, joh. Dat is zeker. Als je gewoon iets koopt, als je sowieso iets koopt in Fortnite en je gebruikt die code, kost je niks extra's. Maar dan krijg ik punten voor. Met die punten kan ik weer V-Bucks weggeven aan de kijkers. In de games uiteraard, Koffie. In de games heb ik het over, hè. Hahaha.
Die gesprekken hadden we vannacht ook al heel veel. I need healing. U-bucks. Ja, jij hebt geld genoeg, Luc. Nou, als je dus iets in de shop koopt, Luc, en je gebruikt mijn code, krijg ik punten voor. En met die punten kan ik weer V-bucks kopen. En die kan ik dan weer aan kijkers weggeven. Giveaways. Giveaways, giveaways. Maar Defano, je hoeft ook niet te donaten, hoor. Als je gewoon gezellig komt kijken, ben ik al blij genoeg, man. Als je het duimpje nog even omhoog doet en een like geeft op de stream, ben ik helemaal tevreden. You want me, you touch me. Het officiële. Oh, fantastisch. Tijd voor PlayStation 5, ja echt. Ja, ja. Nou, ik heb het al gezegd, jongens. Dat heb ik ook al meerdere mensen. Als ik beloofd krijg, als ik ooit een beetje geld ga verdienen, krijgen jullie van mij allemaal een PlayStation 5. Ja, niet tegen jou. Jij hebt er al een, toch? Heb je tegen de kijkers zeker? Jij krijgt van mij een gamecode, hè? Dat is ook leuk. Ja. Nee, je hoeft niet te betalen. Anders kost die game anders kost die 40 euro, hè? Dat is wel fijn. Nu heb je hem gratis. Ja, weet ik. Ja, weet nog, dank wel voor die code, hè. Dat is voor u veel. Ja, ik heb hem. Ik heb hem. Huppakee. Ja, on my mark. Oh la la la. Ken je dat liedje? It just released. Oké, Luc. Oké, Luc, ik gesloten. Doe het. Oh ja. Zo. We hoorden het spel niet meer. Nee hoor, dat was een grapje. Je mag wel zingen, maar. Oh, ik hoorde niet meer wat ik hoorde niet meer wat de chat zei. Snap ik ook al. Oh. Nee. Tussen. Oh, die vliegt gewoon weg, vriend. Hoe kan dat? Ja. Ja, je moet even. Je hebt ook allemaal specials nog, hè, namelijk. Oh. Is net het. Zo, hé, dan buk je voorover, dan komt die grote even met z'n. Ja, dat zag ik inderdaad, ja. Ja, die is echt heel sterk. Ja, die big motherfucker. Ja, die eerste, je moet die eerste maar een keer proberen zo, maar die heb ik nu de hele tijd. Dus, nee. Die is echt lekker, dat is gewoon een beetje Soulja Boy. Oh, ben je het first Senate aan het downloaden, Christine? Oké, leuk. Dan ga ik dan met je meedoen, Christine. Ja. Zeker. Oh, dus ik hoor dat we vanavond de first Senate moeten voordoen aan iemand van level 1. Maar ja, goed. Ja, maar vrouwen...